Dat het niet alleen maar beelden van een schoon worden. Anke en Maren zijn ook naar het IKEA museum is goed geweest. Dat plakken we er even tussendoor. Veel kijkers. De EB616. Hier heeft jouw opa op gezeten, Marijn. Wij zijn de familie Stoelost. Wat leuk dat je kijkt en welkom bij onze nieuwe video. Bob de Bouwer en ik hebben een nieuw projectje. Nee, noodgeval is dat. Het dakbeschot was rot. En om lekkage te voorkomen, nou ja, daar hadden we al een heel klein beetje, alleen wisten we niet waar het wegkwam. Nu wel, doen we het nog even een nieuw dak erop. Het is 35 graden, ik zeg niks meer aan doen. Waar een oude parasol wel niet goed voor is, het laatste stuk gaat zo weer dicht. Althans, dat is de bedoeling. Ik had al respect voor die man, maar met deze temperaturen op het dak, held. Zodat het niet alleen maar beelden van een verbouwing worden. Hank en Marijn zijn ook naar het Militair Museum in Soest geweest. Dat plakken we er even tussendoor. Veel kijkplezier. Marijn, waar zijn wij vandaag? Nationaal Militair Museum. Het Nationaal Militair Museum? Oeh. Historisch. Kijk eens, vlug weer, goed. Ja, de anti-lucht. Donders. En we zijn maar op de parkeerplek. Ja. En trouwens, bij de parkeerplek waar we in zijn gereden, hebben we ook nog een tank gezien, papa. Oh ja. We gaan eerst naar binnen, Marijn. Want er is hier nog genoeg te zien. Zeker. Hé papa, zijn jullie daar verder op? Zijn dat zo dat? Ja. Kun je een foto maken met een tank? Ik ben al aan het filmen, schat. Hé. Hey. Ik ga jou daar een vliegtuig zien. Op papa, gewoon voor de lol. Gewoon een foto bij je tank. Ja, doe maar. Ga er maar in. Ga maar kijken. Ga maar kijken. Doe maar. Wat staat hierbij dan, Marijn? Nee, op dat. Op de foto. Nou, Ik ben straaljagers genoemd. Straal weet ik waar het vandaan komt. Een straalmotor, anders is het bijna onmogelijk om de geluidsbarrière te verbreken. Ja? Maar ik vraag me toch wel af, waarom noemen ze ook jagers erbij? Omdat hij jaagt op andere vliegtuigen. Echt? Hij heeft ook een straalbommenwerper. Of een jachtbommenwerper, wordt dat ook wel genoemd. Hm. Dus de bommen worden gebruikt om de grond te bombarderen. Ja, maar daar heb je toch dus om de ook tanks aan te vallen, ja. Dus maar daar heb je toch ook gewoon speciale vliegtuigen voor? Nee hoor, want de F-16 die je bijvoorbeeld daarachter ziet, die kan beide. Die kan zowel jagen als bommen gooien. Maar toch ook vliegtuigen die gemaakt zijn en die met hele grote ruimte en daar heel veel bommen. Dat klopt, ja. En die gaan we zo denk ik nog wel zien. Ik kijk hier mijn ogen uit. Maak er zelf spelletjes van. Hey. Ja. Hier is het. Hey, wat is
Ja. Wat wil je? Marijn is de geschiedenis van het zwaard aan het bestuderen. Ja, dat is interessant. Wat was dit dan? Helikopter, dat is makkelijk te zien. Oh, en wat was het voor dan? Die helikopter? Ja? Artillerie waarnemen. Dit is... En terreinverkenning. Papa, ik denk dat dit is. Dat is bedoeld voor, voor zware bepansering in de lucht. Nee. Waarvoor is dat dan? Is een is ook een mortier, maar dan een hele grote. Big, big boy. Ja. Really big boy. En als je, kijk maar. Die kan 16 tot 8 tot 30 kilometer ver schieten. Zo, dat is ver. Lanceren in richting. Papa. Ja, lieverd. Dan ga je nog liggen. Ja, Jos. Dus als je nog van een buurman af moet, dan. Ja, die. Kunnen we zo doen. Dat die dingen die hangen. Ja. Kettingen dan één keer losbreken dat het ding dan neercrasht. Dat hij neercrasht, zo die? Ja. Heb je al gezien hoe dik die kabels zijn die waar die aan hangt? Ja, maar ik was nog altijd een kleinetje bang. Nou, die controleren ze regelmatig hoor. Wees nu maar niet bang. Oh, oké. Nou, dit, weet je wat dit is? Wat? Dit is een machinegeweer aan een vliegtuig. Hier? Zou ik een wagen zo maken? Ja, heel goed. Dit zijn bommen, dat ziet iedereen wel, denk ik. Ja. Maar, best een schattig eigenlijk. Dat kleine propelletje, ik denk dat het er wel bij staat. Vliegtuig, mooi. Zware Britse bom. Oh, de bom is scherp gesteld. Juist. Dat het schrik is gesteld. Dan betekent dat de bom kan afgaan. Dus in het vliegtuig kan de bom niet exploderen, want hij staat niet op scherp. Dus het ontstekingsmechanisme is niet aangezet. Oh, dus zo. En pas als hij is af... Ja, dan pas gaat, kan de bom afgaan. En als ik dan de grond raak, ontploft hij dan? Ja. Of kan hij ook in de lucht ontploffen? Dat zou wel kunnen als hij ergens tegenaan tikt. Ding. Dit is echt zo'n hele onstabiele ding. Ja, doordat de ontsteker aangaat, wordt hij onstabiel. Mag ik hier gaan komen? De EB616. Hier heeft jouw opa op gezeten, Marijn. Echt? Zat hij ook in het leger? Opa Tony heeft hier op gezeten. Volgens mij. Wow. Zit mijn opa in het leger? Ja, die heeft daar in het leger gezeten. Oh, leuk. Die zat dan op de takelwagen. Dat is een. Ik zie daar een V1 hangen. Nee, ik heb over een bom. Dat is geen bom, dat is een raket. Dat is een V2. Oké. Die komt uit de Tweede Wereldoorlog, schatje. Wat is die V1 dan? Is dat een soort vliegende bom? Dat was de vliegende... Nee, die werd niet uit een vliegtuig. Die werd gewoon vanaf de grond afgevuurd. Ja, maar is dit een soort vliegende bom? Dat is een vliegende bom. Ja, dat is een vliegende bom. En de V2 was dat ook.
Nee. Hou je van de V2 die ernaast staat, die hele grote lijkt? Ja. Dat is ook een raket. En die deed eigenlijk hetzelfde, alleen die is van later. Is dat dan een nucleair wapen? Nee. Hoeveel laden sprengstof zou er? Wat zeg je? Hoeveel laden sprengstof er hebben we? Zullen we kijken? Wat is dit dan? Dat is een mortier. Een van de eerste mortieren zeker? Nou, ik denk dat dit van de Eerste Wereldoorlog een beetje is. Hé, weg daar. Ja, is van zo'n beetje in de Eerste Wereldoorlog. En Marijn? Kun je deze dan ook optillen? Rustig. Mama die wil naar buiten. Kom Marijn, gas geven. Oh, daar helemaal achterin. Daar zit er ook nog één. Ja, zag ik niet. Nee, die zag ik niet. Ja, daar ligt er ook nog één maar één. Helemaal achterin. Deze ging duikboot opsporen, maar er zat hier iemand, kon er voorin. Die kon dan spotten, dus die kon op zoek gaan. En daar onderin, daar, dat zwarte ding, is een soort radar. Ja, en als je dan doorliep naar de staart, dan zie je daar Danger Launch Area. Zie je allemaal van die gaatjes erin zitten, hè? Ja. Daar kwamen dieptebommen uit. Dus dan gooiden ze allemaal bommen naar beneden. Die dus op een bepaalde diepte. Dan kwamen die dan tot ontploffing. Oh, de oude hangars zijn er nog. Zit weer dicht. Einde vakantie, we zijn weer aan het werk. Marijn en Hank hebben genoten in het Militair Museum. Dus mocht je er naartoe willen, als je ook van die informatievreters hebt zoals wij, is het een groot succes. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week.